Ja, Karim, jullie wilden een serie. Nu hebben jullie een serie. Ja, klopt. Dat hebben we denk ik heel goed gedaan. Ook vandaag hebben we het meeste balbezit gehad, denk ik. Alhoewel NEC ons soms goed onder druk zette. We hadden moeite om van achteruit op te bouwen. Maar dan zie je als we een paar keer de lange bal spelen, dat we daarna weer wel de ruimte hebben om van achteruit te spelen. En ik denk twee fantastische doelpunten. En gelukkig weer 3 punten, ja. Ja, een beetje een coole, zakelijke, professionele overwinning hier in de Goffert. Ja, klopt. En dat is alleen maar mooi, vind ik. Beetje counteren zo in de tweede helft, NEC laten komen, denken dat er wat te halen valt en dan toeslaan. Ja, klopt. En zo simpel is het denk ik. En daarna gewoon de wedstrijd uitspelen wat we denk ik goed hebben gedaan het laatste kwartiertje. Je zag vorige week dat het toch nog tegen Heracles dat het toch nog een beetje spannend werd in de eindfase omdat we te ver naar achter liepen. Maar ik denk dat we het nu heel goed hebben uitgespeeld en ook gewoon bleef voetballen en druk vooruit bleef zetten. Ja. Is dit een symptoom van het volwassenen worden van dit jonge PSV, waarbij het in de eerste seizoen zelf zo vaak fout ging en dat nu ja, de draad een beetje gepakt wordt? Maar ja, dat wel. Je leert wel van als je zo'n serie natuurlijk, als je zo'n slechte reeks hebt meegemaakt, je leert wel van. En je ziet dat nu sommige punten wat toen verkeerd ging, dat nu wel goed gaat. En daar hebben we ons duidelijk in ontwikkeld. Ja. Is dat de bonus van vanavond, dat het 3 punten zijn, maar ook dat die reeks voortgezet wordt? Ja, zeker. Dat is ook onze bedoeling. En nu kijken we weer naar volgende week. Ja. En naar boven, want net als vorige week spelen jullie een wedstrijd, winnen jullie een wedstrijd. Dan kun je lekker met de armen over elkaar op de bank gaan kijken wat de concurrentie doet. Ja, zeker. Dat gaan we morgen ook doen. Dat helemaal goed. Ja, geeft dat deze competitie een extra impuls? Ja, denk het wel. Ik bedoel dat de ploegen zien ons nu ook weer aansluiten. En die denken ook van ja, we kunnen nu geen punten laten liggen. Want PSV staat kort op ons en dat is alleen maar mooi voor ons. Ja, wat was voor jou het verhaal van deze wedstrijd? Ik denk dat we goed voetballend eruit kwamen en 2 mooie doelpunten, 3 punten meenemen naar Eindhoven. Eén moment getwijfeld vandaag dat het nog wel eens fout zou kunnen gaan. Ik moet zeggen, het eerste kwartiertje tot die 0-0 of tot die 1-0 dacht ik van nou, NEC komt in de wedstrijd, PSV gaat het moeilijk krijgen. Ja, maar ik had het gevoel dat we vrij goed in de wedstrijd zaten en dat hier al 3 punten in zaten. Ja. Ja, ik heb je wel eens gesproken hier onder andere omstandigheden dat het fout was gegaan. Kun je eens aangeven wat er aan het veranderen is bij PSV op dit moment? Qua beleving, qua mentaliteit, hoewel jullie in de kleedkamer zitten nu? Nee, dat is al denk ik een paar weken veranderd. Ik bedoel, wat u ook zei, we hebben nu een reeks neergezet. En sinds denk ik, na Vitesse toen, of na Feyenoord uit, dat we daarna de draad goed hebben opgepakt qua strijdlust. En je ziet nu ook langzaam dat het voetbal er ook in komt, omdat ploegen dan heel moeilijk van ons kunnen winnen. En de concurrenten zijn nu Vitesse en Feyenoord? Ja, zeker. Ajax en Twente, moeten we het niet over hebben? Ja, laten we per wedstrijd bekijken, want niet te snel op de zaak vooruit lopen, denk ik. Maar het is goed dat we nu een reeks wedstrijden winnen en dan kunnen we weer omhoog kijken. En dit weekend ben jij voor RKC en voor Twente? Zeker.